Het AZP staat momenteel voor enorme uitdagingen. We hebben onvoldoende inkomsten om zelfs de meest basale uitgaven te kunnen dekken. En dit is inmiddels natuurlijk een bekend en slepend probleem, maar het begint nu wel ernstige vormen aan te nemen. De schulden bij onze banken zijn al geruime tijd boven de kredietplafonds. En we hebben al langer dan 2 maanden onze crediteuren niet of nauwelijks kunnen betalen. Door tekorten aan essentiële medicamenten, maar met name medische verbruiksartikelen, en ook door achterstallig onderhoud, kunnen wij geen optimale dienstverlening meer garanderen. Zo hebben we, en het is breeduit in het nieuws geweest, deze week de electieve hartoperaties tot nader order moeten uitstellen. We hebben ons noodgedwongen moeten beperken tot spoed- en acute hartoperaties. We zijn al wekenlang niet in staat meer om alle gewenste laboratoriumonderzoekingen te verrichten. Door aanhoudende tekorten aan medische verbruiksartikelen wordt er op onze SEH, de ICU en onze OK enorm geïmproviseerd. Ook in het beddenhuis werken onze artsen en verpleegkundigen onder zeer vervelende en moeilijke omstandigheden. Het kost ons steeds meer moeite om gemotiveerd te blijven. Voor alle duidelijkheid, dit is geen limitatieve opsomming van de problemen waarmee we op dit moment worden geconfronteerd in ons ziekenhuis. Bij diverse gelegenheden hebben we dit jaar betoogd dat wij minimaal 40 miljoen nodig hebben om 2 à 3 maanden enige rust te kunnen brengen en om het sterk geschonden vertrouwen in het AZP bij onze banken, crediteuren en met name onze patiënten enigszins te herstellen. We hebben ook benadrukt, we bedelen niet. We vragen om betalingen die ons rechtens toekomen op basis van reeds verrichte diensten. Maar we hebben ook goed nieuws. Gelukkig kan ik u meedelen dat de ministers van Volksgezondheid en Financiën, ondanks de precaire financiële situatie waarin ons land momenteel verkeert, er inmiddels in zijn geslaagd om verlichting te brengen in onze noodsituatie. We hebben 25 miljoen SRD toegezegd gekregen om crediteuren te betalen. En we zijn hier uiteraard heel erg blij mee en ook dankbaar. Op de korte termijn is er met deze toezeggingen enige verlichting. Maar op de lange termijn blijft onze inkomenssituatie zeer precair.